In deze video kijken we naar de risico's van beleggen, want het is zeker niet zo dat beleggen zonder risico is. Het is namelijk zo dat hoe meer rendement je maakt, dat gaat vaak gepaard met meer risico. In deze video kijken we dan ook welke veel voorkomende risico's er zijn en wat we er vooral tegen kunnen doen. Dus om zoveel mogelijk risico in ieder geval af te dekken. Nou, al die informatie krijg je in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt, waar je meer over wilt zien. Abonneer je dan hier op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video valt het eigenlijk in het investeren en beleggen gedeelte. En zowel dan de risico's van beleggen. Ben je nou nieuw met beleggen en wil je wat algemene informatie, dan kan ik zeker dit boekje van de Rabobank aanraden. Dat kun je gratis aanvragen. In ieder geval als je klant bent, maar volgens mij als je geen klant bent, kan het ook. Ik zal in ieder geval een linkje naar dit boekje onder deze video achterlaten, zodat je het aan kunt vragen. Maar er komt best veel algemene informatie in stap voor stap. En ook wat informatie over de risico's van beleggen. Want we weten allemaal wel dat beleggen meer rendement dus waarschijnlijk ook meer risico met zich meeneemt. Maar wat dit boekje ook erg goed vermeldt is dat zeker sparen niet zonder risico is. Dat daar ook risico's aan verbonden zijn wanneer je geld op een spaarrekening zet. En dat risico heet inflatie. Dat wil zeggen dat het geld wat nu 100 euro waard is, dat je daar volgend jaar niet hetzelfde voor kunt kopen. Want je er meer geld nodig hebt om hetzelfde te kunnen kopen. In principe komt het erop neer dat geld net iets minder waard wordt elk jaar. Ze proberen dit richting de 2% te krijgen. Dus elk jaar van 100 euro wordt aan het einde van het jaar 98 euro waard in principe. En wanneer je dus geld op de spaarrekening zet en je hebt minder dan 2% rente daarop, dan verlies je dus in principe geld omdat je door inflatie je rendement eigenlijk ziet verdampen. Ik heb daar al een hele video over gemaakt. Dus ik zal hem hier even linken. Sparen kost je geld en dan laat ik het met een gemiddelde Nederlander zien wat dat per jaar eigenlijk kost voor een gemiddelde Nederlander als je eigenlijk te veel geld op een spaarrekening laat staan. Maar wij gaan het in deze video dus hebben over de risico's van beleggen. Want ook daar zijn natuurlijk, zoals eerder gezegd, risico's aan verbonden. En waar al deze risico's uiteindelijk naar leiden is dat het waardevermindering oplevert. Dus je investeert geld, maar dat kan gedurende de looptijd minder waard worden. Jij investeert dus gedurende de jaren elke maand of elk jaar wat geld. En dat loopt zo op totdat er bijvoorbeeld een crisis komt, waardoor in één keer de hele beurs, of misschien wel jouw specifieke aandeel waar je in zit van het ene bedrijf, onderuit gaat. En dus in één keer misschien wel de helft van je vermogen ziet verdampen. Al deze risico's zorgen er uiteindelijk dus voor dat je in principe je belegd vermogen minder waard wordt. Dus dat je te maken krijgt met waardevermindering. Er zijn er vele soorten van deze risico's, vormen. Je hebt bijvoorbeeld koersrisico, marktrisico, dat wil zeggen dat de economie waarin het bedrijf actief is, dat het daar minder goed mee gaat. Je hebt inflatierisico, ook hierin net zoals bij je spaargeld. Gedurende het jaar kan het zomaar zijn dat door de inflatie het bedrag wat je hebt geïnvesteerd, zeg maar 1% of 2% minder waard wordt. Je hebt valutarisico, dat stel wanneer jij in euro's investeert, maar in een bedrijf wat het aandeel in dollars heeft, dan kan er natuurlijk een koersverschil ontstaan. Als de euro het beter doet of minder gaat doen ten opzichte van de dollar, ook daar kan je dus te maken krijgen met verschillen, ook negatief, maar ook positief. Maar het kan dus een risico zijn dat als het lager uitvalt, dat je in principe een valutarisico hebt en ook een renterisico. En dan niet zozeer rente op beleggingen, want dat is niet zo. Maar vooral wat de impact van rente kan zijn op aandelen. Vooral sommige sectoren, zoals hypotheek en dus vastgoed, kunnen daar erg sterk op reageren. Dus wanneer de rente bijvoorbeeld daalt of juist stijgt, kan zo'n sector er best veel last van krijgen, waardoor ook jouw belegging dus in principe minder waard kan worden. En dat is in het kort eigenlijk een paar van deze risico's die, zoals gezegd, alleen maar zorgen voor waardevermindering. Nou, wat veel belangrijker is en waar ik veel meer over kan vertellen en wat ook veel interessanter is natuurlijk, wat kun je tegen deze risico's doen om ze af te dekken? En de eerste manier om een risico af te dekken is door op lange termijn te gaan beleggen. Met lange termijn bedoel ik eigenlijk wanneer je verder dan 10 jaar vooruit kijkt. Dat raadt het boekje trouwens ook weer aan. Geld wat je binnen 10 jaar nodig hebt, kun je beter op een spaarrekening zetten. Maar plan je verder vooruit, en dan specifiek zelfs voor 13 jaar en verder, dan kun je beter op een beleggingsrekening zetten. Of in ieder geval beleggen. Dat is historisch gezien in ieder geval zo. Want als je gaat kijken naar de afgelopen jaren, dan is ongeveer 1 op de 3 jaren wordt verlies geleden op de beurs. Nou klinkt dat natuurlijk heel erg negatief. 1 op de 3, zeg maar meer dan 30% kans dat dit jaar de beurs, zeg maar, verlies leidt. Als je negatief rendement hebt. Maar je moet het een beetje anders zien. Want op lange termijn maakt een gemiddelde beurs vaak nog 7 tot 8% rendement per jaar. Ondanks die crisissen dus die ertussenin zitten. Dus je zult zien dat misschien een beurs uiteindelijk wel
in een slecht jaar de helft onderuit gaat, maar het, misschien het jaar daarop wel 40% toeneemt en het jaar daarop maar 30%, waardoor je misschien wel weer beter uitkomt dan voor de crisis. Dus richt je vooral niet op het aantal jaren dat er verlies wordt geleden, maar kijk naar het gemiddelde rendement. En zoals gezegd, gemiddeld zeg maar 7% per jaar op de lange termijn. En in dit boekje van de Rabobank hebben ze in hoofdstuk 4 ook naar de lange termijn gekeken. En dan zul je vooral zien dat de laatste 50 jaar in principe, sinds 1970, als je dan gaat kijken en je hebt een periode van langer dan 13 jaar belegd, dan is het eigenlijk niet voorgekomen in die termijn dat je een negatief rendement hebt gehad. Dus wanneer je horizon in principe langer is dan 13 jaar, ben je altijd gegarandeerd van een positief rendement. En dat is dus ook de eerste tip om op lange termijn te beleggen. Want natuurlijk kun je nu je geld investeren en gaat de beurs misschien volgende week of volgende maand, volgend jaar hard onderuit tijdens een crisis en verlies je de helft. Maar als je je geld niet meteen nodig hebt en gewoon lange tijd laat staan, gewoon telkens maandelijks nog periodiek bijstort en dit nog 13 jaar volhoudt, dan is het historisch gezien in ieder geval de laatste 50 jaar niet voorgekomen dat je uiteindelijk een verlies maakt op die lange termijn. En het tweede punt hangt daar een beetje mee samen. En dat heb ik ook al in de vorige video besproken, toen we hier hadden over geld lenen om te gaan beleggen, bijvoorbeeld door een studiefinanciering. En dat is natuurlijk, heb ik ook in die video afgeraden om te gaan beleggen met geleend geld. Ga alleen beleggen met geld dat je kunt missen. En daarom is het advies vaak ook weer in dit boekje, zoals gezegd, heb je het geld binnen 10 jaar nodig, wil je bijvoorbeeld een nieuwe auto van kopen, dan kun je het risico niet lopen dat het minder waard wordt. Zet het dan op een spaarrekening, dan heb je in ieder geval de zekerheid dat de waarde redelijk vaststaat. Ga je voor een lange termijn, meer dan 10 jaar, dan is het verstandig om te gaan beleggen, omdat dan het rendement daar hoger is. Je kunt daar meer winst maken. En dat hangt eigenlijk een beetje samen. Dus als je dus ver vooruit plant, dan wil het zeggen dat je het geld niet direct nodig hebt, maar zorg dat je een buffer hebt van, ik zeg altijd, 3 tot 6 maanden aan onkosten. Want dat zorgt ervoor dat je niet, als er een keer iets tegen zit met je auto, met je wasmachine die kapot gaat, noem het allemaal maar op, dat je in ieder geval nog een buffer, een spaarpotje hebt waar je geld uit kunt halen. Zodat je niet je belegging hoeft te verkopen net op het moment dat het slecht gaat op de beurs, dat je eigenlijk een verlies moet nemen. Maar zorg ervoor dat je uit dit potje kunt pakken, zodat je belegging kan blijven staan. Misschien volgend jaar pas omzet en dat de belegging dan weer positief staat. Dus dan hoef je op dit moment geen verlies te nemen, omdat je nog een buffer hebt waar je uit kunt putten. Een derde punt om risico's af te dekken is door je belegging in principe te spreiden. Een goed voorbeeld daarvan is altijd een indextracker, zodat je een hele beurs volgt. Of misschien wel een ETF die de hele wereld volgt. Want op deze manier kun je verschillende risico's afdekken. Wanneer je bijvoorbeeld verschillende landen volgt, heb je het valutarisico wat je in kunt perken. Wanneer je een hele beurs volgt van bijvoorbeeld Amerika met de 500 grootste bedrijven, dan heb je weer het marktrisico wat je niet meer hebt. Want je hebt verschillende sectoren. Wanneer het in één sector slecht gaat, wil niet zeggen dat het in de andere sector slecht gaat. Misschien gaat het juist daar wel beter op. Dus gemiddeld genomen heb je dat risico eigenlijk afgedekt. Want door deze spreiding zul je aan de ene kant verlies leiden, aan de andere kant winst maken. Maar over de hele linie zal het waarschijnlijk positief zijn. En je kunt door middel van indexfondsen of ETF's op vele manieren spreiden. Denk hierbij dus aan continenten, landen, valuta, sectoren, grondstoffen, noem het allemaal op. Er is vaak wel een ETF voor te vinden. Dus kijk welke de meeste worden gebruikt. Ook op onze Discord channel praten we daar veel over. Hier zijn we met bijna 200 man eigenlijk dagelijks wel actief over dit soort onderwerpen te praten. Een link daarvan vind je trouwens onder deze video als je gratis erbij wil komen zitten. En ook vragen hebt die je wilt stellen of mensen misschien wel wilt helpen met je antwoorden en je eigen ervaring. Maar waar het uiteindelijk vaak op neerkomt is gewoon heel saai eigenlijk, heel passief een indexfonds gaan gaan beleggen. Dat is gewoon veel spreiding en ook direct lage kosten. En dat is eigenlijk het volgende punt. Het vierde punt is, houd je kosten laag. Want door je kosten laag te houden heb je in principe meer rendement. En dat staat dus tegenover het inflatierisico wat je hebt. Dus dan zorgt het ervoor dat je eigenlijk een grotere buffer hebt, waardoor je eerder positief uitkomt. Je kunt de kosten laag houden door, zoals gezegd, in indextrackers of indexfondsen of ETF's te investeren. Nou, een goed voorbeeld daarvan is zelfs nog de kernselectie van de Giro. Want als je dan aan voorwaarden voldoet, en hoe dat precies zit zal ik hier even in deze video over de kernselectie van de Giro doorlinken en vertellen. In ieder geval, dan kun je zelfs gratis handelen binnen deze kernselectie. Dus dan heb je eigenlijk de kosten sowieso op een laag niveau staan. Maar zorg ook voor dat je bijvoorbeeld periodiek belegt, dat je elke maand geld inlegt. Bijvoorbeeld bij Bink is dit gratis in sommige pakketten. Ook daarvan zal ik trouwens een link hier plaatsen en alles trouwens ook onder deze video. Daar staat alle informatie over hoe je dit kunt doen. In ieder geval, op die manier kun je bij Bink door periodiek, maandelijks dus, geld in te leggen, dit doen zonder kosten te maken. En uiteindelijk kun je er dus voor kiezen om het vooral zelf te doen. Zelf beleggen in plaats van het beheerd beleggen. Dat je een bedrijf laat beleggen voor jou. Want natuurlijk vragen zij een vergoeding voor hun gegeven diensten in principe. Dus
je kunt er vaak wel mee beginnen, daar kun je best veel van leren, dan heb je vast een opstapje. Maar zeker wanneer je op de lange termijn en al een tijdje bezig bent, wat kennis hebt opgedaan, is het zeker aan te raden om dus zelf dit soort indexfondsen en zo te gaan kopen. Nou, zoals gezegd, ik doe dat vaak via de Giro, zeker vanwege die kernselectie dat je gratis dit soort producten kunt kopen. Maar er zijn wel meer aanbieders inmiddels. Maak daarin dus een goede keuze, kijk welke producten jij wil hebben, hoeveel geld je te besteden hebt, want daar zijn ook nog verschillen in. En kies dan een aanbieder die het beste bij jou past, zodat je eigenlijk de kosten zo laag mogelijk houdt en dus op lange termijn dus ook het meeste rendement kunt maken. En het laatste punt waar ik deze video mee wil afsluiten is vooral dat je gaat beleggen in producten die je begrijpt, waar je verstand van hebt. Nou, dat kun je ten eerste doen door natuurlijk dit kanaal te volgen. Als je dat nog niet hebt gedaan, klik hieronder even op het linkje, op het logootje, dan mis je nooit meer een video. Dan heb je de meeste informatie. Maar je kunt het natuurlijk ook doen door blogs te lezen, nieuws te volgen. In ieder geval zorg ervoor dat je eigenlijk zoveel mogelijk informatie vergaart voordat je beslissingen neemt. Het beste advies is natuurlijk nog steeds indexfondsen, omdat je op lange termijn zult zien dat je daar lage kosten maakt en een goed rendement. En de meeste beleggingsfondsen zullen de markt niet verslaan. Dus dan is een indexfonds zeker een aanrader. Daar hoef je ook niet zoveel research voor te doen. Maar wat je vaak zult zien, dat heb ik ook, ondanks dat ik weet dat eigenlijk indexfondsen het beste zijn, ben ik toch bezig met Visa, Facebook, Tesla, bedrijven waar ik interesse in heb, waar ik wat wil volgen. Nou, zorg in ieder geval, als je in bedrijven investeert, specifieke bedrijven dus, dat je het nieuws volgt, dat je hun jaarverslagen leest, dat je misschien YouTube-filmpjes volgt. Zeker Engelstalig zijn er over dit soort bedrijven vaak heel veel informatie te vinden, ook analyses van andere beleggers. En maak op basis daarvan je eigen keuze, je eigen inzichten, je eigen berekeningen. Dus zorg ervoor dat je in ieder geval zoveel mogelijk informatie vergaart voordat je een keuze maakt. Maar dat is eigenlijk met de meeste dingen zo. Maar zeker ook in het geval van aandelen of beleggingen. Want wanneer jij een verkeerde beslissing hebt, een verkeerd inzicht, een verkeerde berekening, noem het allemaal op, kan het zomaar zijn dat je ziet vaak aandelen heel snel 20% dalen bij negatief nieuws, misschien nog wel verder wanneer de sector hard getroffen wordt. Dat is dus heel vervelend als je net je geld daarin hebt gestopt. Dus probeer dit te voorkomen. Je kunt het natuurlijk nooit helemaal voorkomen. Maar zorg dus voor dat je zoveel mogelijk informatie vergaart. Zorg ook voor een goede spreiding. Dus doe een gedeelte indextrekkers. En als je toch, zoals ik bijvoorbeeld in Tesla, graag interesse hebt, zorg dat dan een klein deel van je vermogen daarin zit. Mocht het daar heel erg slecht mee gaan, dan trekt het, ja, heeft het niet zo'n grote impact op je totale belegde vermogen. En daarmee wil ik deze video afsluiten. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je wat minder, geef even een duimpje laag. Laat ik zeker onder deze video weten wat je goed vond, wat je minder goed vond, zodat ik in de toekomst mijn video kan verbeteren. Heb je nog vragen of opmerkingen? Zoals gezegd, laat het onder deze video achter of kom naar onze Discord chat. Alle links en informatie trouwens in deze video besproken wordt, vind je ook onder deze video terug in de beschrijving. En zoals gezegd, ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je bent nog wel steeds aan het kijken. Dus het is waarschijnlijk een interessante video. Ik maak dus elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus abonneer je hieronder op het kanaal. Klik op het bel-icoontje, dan mis je nooit meer een video. En dan ben je altijd op de hoogte. En zie ik je graag in de volgende video weer terug.